Stichting Internationaal Kinderhulp en Wiarda Faber werken samen voor het kinderdorp in de Dominicaanse Republiek. Ze zijn op zoek naar ondernemers die willen investeren in koeien. Met deze koeien willen ze onderhoud van weeskinderen betalen. Stichting Internationaal Kinderhulp Nederland is een uh, fondsenwervende stichting. Wij, uh, wij uh, werven fondsen voor uh, ongeveer 500 weeskinderen in de wereld en die leven in, uh, in 12 verschillende landen. En jullie hebben een actie bedacht. Uh, wat houdt deze actie precies in? Ja, we hebben een actie bedacht om uh, onze veestapel in, de, in het Kinderdorp in de Dominicaanse Republiek uh, te gaan vernieuwen. Uh, melk, heeft een, is een goede, voor, voor melk is een goede afzetmarkt uh, op de Dominicaanse Republiek. En we willen onze veestapel uh, eigenlijk vernieuwen met 40 nieuwe koeien. En daarvoor vragen we ondersteuning van uh, lokale ondernemers. Voor wie is deze actie bedoeld? Uh, de actie is bedoeld voor onze weeskinderen die daar wonen. Dat zijn ongeveer 60 kinderen. En uh, deze kinderen, uh, nou, daarvoor werven we geld. En door het opzetten van een veestapel uh, hopen we dat uh, dit kinderdorp meer zelfstandig wordt. Een koe kost ongeveer 1000 euro. En daar krijgen we dan een kalfje bij. Uh, de, het kalfje kan na een maand of 14 kunnen we die weer verkopen. Uh, dan levert hij ongeveer 500 euro op. We kunnen hem ook toevoegen aan de veestapel. Waardoor hij uh, uiteindelijk nadat hij zwanger is geworden, uh, weer uh, melk oplevert. We proberen 40 koeien uh, samen te stellen, samen te krijgen. En uh, met die 40 koeien kunnen we ongeveer 40 weeskinderen ondersteunen. Kunt u ook wat vertellen over de coupon? Uh, ja, de coupon is iets wat we samen hebben ontwikkeld. Uh, bedrijven die willen investeren in een betere wereld door te investeren in uh, internationale kinderhulp. Uh, die kunnen uh, een stukje van een koe of zelfs een hele koe uh, helpen aanschaffen. Uh, en daarvoor krijgen ze zo'n coupon terug. Uh, en bij ons, bij uh, Via de Faber, kunnen ze dan uh, voor datzelfde bedrag, dus bijvoorbeeld uh, hey, je koopt een kwart koe voor 250 euro of misschien wel een hele voor 1000 euro, uh, datzelfde bedrag kun je bij ons weer uh, inwisselen voor producten. Wat maakt deze actie met de coupon? Uniek. Ik heb het nog niet eerder gezien dat uh, iemand een donatie geheel weer teruggeeft op deze manier. Dat maakt het op zich al uniek. En wij geloven dat het heel erg uniek is om in de vorm van uh, koeien uh, kinderen te helpen in plaats van uh, gewoon maar geld te sturen. We staan heel erg achter het uh, internationale uh, kinderhulpproject wat dat betreft.